Terug naar vorige week donderdag. Een Volkswagen Polo met daarin Luciano D. en nog 3 inzittenden wordt klemgezet. Er volgt een bizar tafereel. 1 kogel doorboort zijn rechterarm ter hoogte van zijn elleboog. Afgelopen week heeft D. aangifte gedaan tegen de agent die op hem schoot. Ik denk dat je vraagtekens kunt stellen bij de vraag of de agent überhaupt had mogen schieten. Maar als hij dat wel had mogen doen, dan had dat ook op een andere manier gekund. Hij had ook op de banden kunnen schieten. Hij had eerst een waarschuwingsschot kunnen lossen. Hij had in ieder geval moeten zeggen dat hij van plan was om te gaan schieten. Al die dingen zijn niet gebeurd. En ik denk dat dat maakt dat de agent ook niet proportioneel heeft gehandeld. Terwijl de 3 anderen uitstappen, kruipt Luciano vanaf de passagiersstoel achter het stuur. Hij gaat er plankgas vandoor en negeert de bevelen van de agenten. Waarom is hij weggereden? En hij is gewoon enorm geschrokken van al dat geweld. En op het moment dat er dan ook nog geschoten wordt. En ja, op dat moment heeft hij in paniek gehandeld en is hij gevlucht. Luciano D. zat tot Oudjaarsdag in een jeugdinrichting in Lelystad. Voor een poging tot overval en bedreiging. Op 31 december mocht hij onder begeleiding naar een begrafenis van een goede vriend. Maar hij sloeg die dag op de vlucht. Daar heeft hij heel veel spijt van en op enig moment realiseerde hij zich natuurlijk ook wel dat hij terug moest. Maar toen werd de beslissing om terug te gaan voor zo'n jonge jongen die net 18 is een stuk moeilijker. Als hij gewoon terug was gegaan en niet was gevlucht tijdens zijn verlof, dan was dit nooit gebeurd. Nee, dat klopt. Dan was dit niet gebeurd. Maar goed, de agent had er ook voor kunnen kiezen om andere maatregelen te treffen om hem wel terug te brengen naar de inrichting. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. De verwachting is dat dat onderzoek binnen 2 maanden is afgerond.